gerust vragen stellen. Ik wil nog even aansluiten op de vorige spreker. Ik heb vorig jaar met de Wounded Warriors de fakkelestafette vanuit Brussel naar Weert gefietst. Dus heel veel van de mensen, de veteranen die uitgezonden zijn geweest, die hebben natuurlijk wel behoorlijk problemen met de verwerking, wat ze allemaal hebben mee moeten maken. Dat er aanvulling. Dus het grootste respect voor mensen die zich als militair laten uitzenden. Ik ga een heel ander verhaal vertellen. Verdwenen maar niet vergeten. Ik ben historicus en gemeentearchivaris van Weert. Ik ben afgestudeerd op de Joodse gemeente Maastricht in 1988. En heb toen ook in 1990 een boek geschreven, Joods leven in Maastricht. In Limburg zijn de Joden en de Sinti de grootste oorlogsslachtoffers. 925 Joden en 135 Sinti zijn gedeporteerd en vermoord. Ik zeg altijd, 6 miljoen doden, het zegt me helemaal niks. Dat is een abstract getal en dat raakt je niet. Maar geschiedenis begint bij je eigen voordeur. Dus als het je eigen buren zijn uit dorpen of steden, dan, en je kunt die mensen een naam geven, je kunt die mensen een gezicht geven. Dat is voor mij altijd een hele belangrijke drijfveer geweest. Dus bevrijding, 75 jaar na dato, gaat bij mij vooral om herdenken en gedenken. Die mensen die omwille van hun geloof of afkomst, geaardheid, zijn vermoord. Ik had graag een Joodse vriend of een Joodse Sinti of Sintessa meegenomen. Maar dit onderwerp ligt dusdanig gevoelig. Het gaat om pijn en verdriet. Want bij al die families die hebben overleefd, zijn heel veel doden te betreuren. En dat is te moeilijk. Dus daarom probeer ik dit verhaal te vertellen. En waarom doe ik dit? Ik wil er ook iets over mezelf vertellen. Ik ben een jongen uit Grevenbicht. In Grevenbicht hebben we van alles twee. Twee harmonieën, twee schutterijen, twee kerken, een katholieke en een protestantse. Maar er waren in Grevenbicht ook twee minderheden. Eén Joods gezin, de familie Kronenberg, en één Sinti-familie, de familie Steinbach. Waar het meisje met de hoofddoek bij hoort. Sinds 1994 weten we dat dat geen Joods kind was met de hoofddoek in die veewagon. Nee, dat is een meisje uit Buchten. Maar die kwam ook vaak in Grevenbicht. Als 12-jarig jongetje heb ik de Yad Vashem bezocht in Jeruzalem, het grootste holocaustmuseum ter wereld. En dat heeft een enorme indruk op mij gemaakt. En ik heb daarna ben ik ook geschiedenis gaan studeren om met dat onderwerp iets te doen. Geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars. Maar ik was altijd erg geïnteresseerd in de mensen buiten het blikveld, in de marge van de samenleving. Die groepen, minderheden, waar heel veel vooroordelen over zijn, waar discriminatie en racisme van toepassing zijn. Dat is zeker het geval bij Joden, door de eeuwen heen altijd vervolgd. En ook de Sinti, de Zigeuners in de volksmond, zijn door de eeuwen heen altijd verdreven. Daar wilde ik iets mee doen. Ik heb daar artikelen en boeken over geschreven. Ik heb daar exposities over gemaakt. En ik heb ook de stichting Stolpersteinen opgericht in Sittard-Geleen. Vanmiddag was ik met een groepje jongeren, de Leo Club van de Lions, hebben we de ongeveer 50 steentjes in de binnenstad van Sittard gepoetst. Dus we proberen ook daadwerkelijk de jeugd hierbij te betrekken. En ook de jeugd, de Joodse jeugd en de Sinti-jeugd, die wil weten. Dit onderwerp is taboe in hun eigen gemeenschap en ze kunnen er niet of nauwelijks over praten. Dus
denk dat ik daar een rol in kan spelen. En ik kijk niet alleen naar de Holocaust. Want de identiteit van Joden en van Sinti wordt niet enkel en alleen door de Holocaust bepaald. Dus ik kijk ver terug soms. Bij de Joden in Limburg gaat dat terug tot 1250. Maastricht is de oudste Joodse gemeente van Nederland. En niet Amsterdam, wat velen denken. Die vervolging is ook al heel vroeg ingezet. Want uiteindelijk heeft die Joodse gemeente Maastricht in die vroege middeleeuwen niet heel erg lang bestaan. In 1309 zijn op het kasteel in Born 110 Joden vermoord. En door de pestpogroms in de jaren 1348, 1350 zijn de meeste Joden uit West-Europa verdreven. En die komen pas terug rond 1600. Ook voor de Sinti's, die wonen eigenlijk ook al bijna 600 jaar hier in deze regio. Dus de meeste families die we kennen, komen uit Duitsland tussen Siegen en Nuremberg. Dat is redelijk kortbij, 250 kilometer. En die speelden daar een hele onwaarschijnlijke rol in het politionele en militaire apparaat. Dus als leidinggevende. Nou, ze woonden in zigeunerkolonieën en hadden huizen. En die woonden niet in een woonwagen. Het verhaal van de woonwagens, dat bestaat, de woonwagen zoals wij hem nu kennen, die bestaat pas vanaf 1880. Daar werd er wat getrokken in het seizoen, van maart tot oktober. Maar ze hadden vaste woonplekken. En als Pruisen de macht overneemt in het begin van de 19e eeuw, dan verarmen die Sinti en verliezen hun bevoorrechte posities. En dan komen de meesten ook naar Limburg. Dus de familie Steinbach, Meinhard, Weiss, Wagner, Rosenberg. En bijvoorbeeld ook de familie Frans, die in 1944 vanuit Beek gedeporteerd worden. Daar heb ik nu onlangs nog een akte van gevonden in de buurt van Stuttgart uit 1555. En daarmee is de familie Frans de oudst bekende Sinti-familie van Nederland. En voor Limburg, voor de Joodse familie, kan ik daar de familie Zilbenberg voor noemen. Daar heb ik een geleidbrief gevonden uit 1688 in Oud-Urmond. Het hoorde bij het hertogdom Gulik en dat is het Duitse systeem van Schutzjuden. Ze moesten betalen aan die hertog. Maar goed, dat terzijde. Dit jaar 75 jaar bevrijding. Dus, oké. Die Joden was ik al heel lang mee bezig. Had ik een hele goede vertrouwensband mee. Maar die Sinti, dat ligt wat moeilijker. Sinds het verhaal van Aad Wagenaar over Setela, 1994, weet ik dat dat kind dus een Sinti-kind is. Sterker nog, die familie Steinbach van Tutela en Muzelman, de ouders van Setela, die is genaamd, die is gedoopt in het parochiekerkje in Buchten. En die heeft de doopname Annemaria meegekregen. En dat heeft te maken met de huisartsvrouw van dokter Duizens, Annemaria Joosten. Die kinderen van de Steinbach-familie kwamen vaker in Grevenbicht in dat huis. En die werden vertroeteld door Annemaria Joosten. En die kwamen ook tot op de badkamer. En toen Tutela hoogzwanger was, in december 1934, vroeg zij aan Annemaria of die peettanden wilde zijn voor haar dochter. Ja, wist ze nog niet. Toen die geboren werd, wisten we dat een dochter was. En dat heeft ze gedaan. Dus ze krijgt op 23 december 1934 de doopname Annemaria. Heel bijzonder verhaal. Dit verhaal is eigenlijk nog sterker, want ook in dat graafschap Wittgenstein krijgen die Sinti-kinderen de voornaam van de graaf of van de gravin. Dus het is een heel oud gebruik. Dus dit jaar heb ik een aantal exposities gemaakt in Weert, samen met een Sinti-familie, de Meinhards, die 23
oorlogsslachtoffers te betreuren hebben in hun familie. Zij hebben de deur op een kier gezet om samen iets te vertellen over deze pijnlijke geschiedenis. En dat is echt, dat heeft lang geduurd. Ook met hen heb ik jarenlang gesproken om het vertrouwen te winnen. En ze hebben dat gedaan. Maar dat is heel moeilijk voor hen. Deze expositie die loopt nu enige tijd in Weert. Daar zitten ook 4 films in. Het gaat niet alleen over Weert. Daar zitten beelden in van Roermond, van Heerlen, van Brunssum, van Maastricht, van Venlo. Zowel fotografische beelden die ik heb uit het Limburgs Museum, van de verschillende archiefdiensten, maar ook van vele particulieren, ook van Sinti-families. En het laten zien van foto's van overledenen is al ook zo'n dingetje. Maar ze hebben het overwonnen, ze hebben de deur opengezet, omdat zij graag meer begrip en respect willen hebben van de burgermaatschappij. Want discriminatie van Sinti is aan de orde van de dag. Nou, er is heel veel belangstelling voor geweest. En hij gaat nu binnenkort ook naar Sittard. Dus de aftrap van de Maand van de Geschiedenis door de provincie is in Sittard. En daar komt ook deze expositie, gaat er naartoe. Met een aantal nieuwe panelen die ook echt over Sittard gaan. Een andere expositie die ik heb gemaakt en binnenkort ook ga draaien, volgende week op het gouvernement, dat gaat over Joodse onderduikkinderen. Omdat ik al 30 jaar met de Joodse gemeente in contact ben, heb ik daar ook heel veel vertrouwen kunnen opbouwen. En sommige kinderen, het zijn 10 verhalen, de helft van deze mensen leeft niet meer. De oudste die er nu bij zit is 85. Dus dit wordt waarschijnlijk ook de laatste keer dat zij erbij kunnen zijn. De meeste kinderen zijn zwaar op leeftijd natuurlijk. Hele bijzondere verhalen hoe zij hier in Limburg zijn opgevangen door onderduikouders en het verzet in Limburg. Een aantal bekende namen die jullie denk ik wel kennen is bijvoorbeeld Ed van Tijn, de oud-burgemeester van Amsterdam en de minister van Binnenlandse Zaken. Maar bijvoorbeeld ook Appie Drielsma, beeldend kunstenaar uit Maastricht, die bij de familie Prevot in Gulpen heeft ondergedoken gezeten. Hele bijzondere en unieke verhalen. Met heel veel pijn. Maar goed, het verhaal moet verteld worden. En ook deze mensen hebben zich hun hele leven lang ingezet tegen de strijd, tegen antisemitisme, tegen discriminatie en racisme. Dus in die zin zijn dat allemaal voorbeelden voor ons. Andere expositie die gaat dus echt over Joods leven in Limburg. Dat gaat vanaf 1250 tot nu. En die komt in de synagoge in Meersen vanaf 15 september. Dus vanaf volgende week zondag. En laatste ben ik natuurlijk ook een weer bezig met bevrijding. Bezetting en bevrijding met veel aandacht voor verzet. En ook daar hebben we heel veel nieuw onderzoek gedaan in kloosterarchieven. En daar komen heel veel dagboeken, oorlogsaffiches en ook een hele mooie documentaire van de KRO uit 1985 over het verzet, het verraad van Saint-Louis, waar een deel van de LO is opgepakt en vermoord. Ik wilde het hier eigenlijk bij laten. En als er vragen zijn, wil ik die graag beantwoorden.